ten eerste proficiat aan Antwerp om deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Voor de rest ben ik heel trots op mijn team. Een grote verandering met tien dagen geleden of een kleine twee weken geleden. Met wat ik heb gezien op de schermen van buitenaf. Maar nu zie ik echt een Brussel die kan zelf tegen Antwerpen een mooie wedstrijd maken. Maar je ziet het ook een verschil nog in de intensiteit. Zeker als jij op aanvallende vlak tegen een zeer agressieve Antwerp moet spelen. Ze verdedigen keihard, deny, niks is gemakkelijk. En dan zie je dat wij maar 10 dagen samen zijn. En we missen een beetje die automatisme, we missen die balcirculatie. Voorbereidingen om open te komen en de belangrijke momentum naar ons toe te trekken. En het feit, we hebben de rebound gecontroleerd in de eerste helft. We geven maar 1 aanvallende rebound aan Antwerp. We hebben een uitstekende job gedaan. Maar in de tweede helft, ze nemen 9 aanvallende rebounds. Tweede kans, te veel tweede kans pogingen. We maken ook 18 turnovers. Wat is veel te veel op dit niveau. En dan mis je ook 11 vrijworpen. En dan als je kijkt dat in de laatste minuut maar 3 punt verschil is. En je optelt al die details, die vrijworpen, die turnovers, die aanvallende rebounds. Wow. Dan mogen we zeker niet spreken dat we, als we deze wedstrijd winnen, dat we een hold-up hebben gemaakt. Zo heel verdiend zijn van onze kant om deze wedstrijd ook te winnen. Maar vanavond Antwerp, chapeau. Op de belangrijke momentum de koelheid gehouden op die belangrijke momentum. En voilà. Maar voor de rest, ik heb tegen mijn spelers gezegd, ik ben heel trots met wat ik heb gezien. Ik wil verder gaan op deze pad met deze spelers en deze ploeg. En we gaan alles doen om de volgende wedstrijd te winnen. Dank u wel. Dank u. Ik zou een beetje tegen de coach Jean-Marc gaan. Ik denk dat de eerste helft, we hebben gespeeld echt zonder energie vandaag. Alles was te gemakkelijk. Ik ben blij dat we zijn in de kleedkamer gekomen, alleen met 3 punten verschil. Ik denk dat het gemakkelijk 10 punten zijn. Ik denk dat, zoals ik heb gezegd, de energie was daar niet. Het was te veel gemakkelijke dingen. Ik denk, zoals coach heeft gezegd, ze hebben de rebound gecontroleerd de eerste helft. Dat kan niet gebeuren. We waren echt afwezig op dat vlak. Voor de rest, ik denk dat we vandaag een goede kwartier gespeeld. Het is de derde in defense, zeker in defense. We waren veel meer agressief. We zijn uitgekomen van de kleedkamer met een andere mentaliteit. Maar zoals de coach heeft gezegd op het eind, dat kan vallen op beide kanten. En dat normale kan niet gebeuren. Ik denk dat een paar spelers waren een beetje te afwezig vandaag. Maar de winst is belangrijk. We hebben een zwaar programma voor het moment. Ik ga zeker dat niet nemen als excuus, maar het is een feit. Maar we hebben terug een match in 2 dagen, dus we moeten proberen om al verder te zien. En ik ga zeker veel leren van deze wedstrijd, om hoe we kunnen dat veel betere dingen doen. Dank u wel. Heren, zijn er vragen? Ja, coach Begin. Natuurlijk een zwaar programma, maar in defense was dat wel, denk ik. Ja, zoals ik heb gezegd, ik denk dat we hebben de match correct begonnen. En dan ineens, ik begin een beetje met een paar wisselingen. En dan we zien dat de niveau van de verdediger, gaat naar beneden. En ik zeg in de kleedkamer, iedereen is belangrijk. Als het is voor 10 seconden of voor 30 minuten, iedereen is belangrijk. Maar iedereen moet een beetje de rol aanvaarden. We hebben een bredere kern dan vorig jaar. Ik kan niet geven 30 minuten aan iedereen. Dus als je komt op het veld, je moet klaar zijn om alles te geven. En dan, het is 5 minuten, het is 10 minuten, het is 20 minuten.
Maar je moet alleen alles geven. En vandaag, het was zo niet. Coach, het is de eerste keer dat ik Brussels zie dit jaar, maar als ik jullie zie spelen vandaag, is het toch onbegrijpelijk dat jullie staan waar je staat. Oké, okay, geef deze ploeg maar 10 dagen. Wat is er gebeurd vroeger? Dat weet ik niet. Het is niet aan mij aan te beoordelen. Maar ik zie wat ik wil zien. En ik heb een groep die wil verder gaan. Die wil stappen zetten. Die wil keihard werken op training. Gekwetst of niet gekwetst. Opofferingen doen op durende training. Het is niet gemakkelijk voor iedereen, omdat we hadden de laatste paar dagen of week elke keer een belangrijke speler die iets geeft. Dus ik moet 10 spelers hebben in de weekend. Dus ik moet ook opletten met wat ik en hoe ik ga werken, met welke intensiteit. Maar in de voorbereiding moet je normaal, dat is voor mij een voorbereiding nu. Normaal gezien ga je 200 per uur, maar dat mag ik zeker niet doen. Maar deze ploeg verdient niet op dit plaats te zitten. Hoe ze nu vandaag spelen, hoe ze hebben gespeeld, waarschijnlijk wel. Iedereen heeft dat gezien en ik heb dat gezien. Ja, en deze groep al in Limburg, bijna gewonnen nu. In Antwerpen een kans gehad om deze wedstrijd te winnen. En dat willen we elke wedstrijd. Een kans hebben om deze wedstrijd te winnen. En de volgende gaat niet anders zijn. En, het is ontmoeten voor ons. We zitten met de rug tegen de muur, maar het is niet te laat. We hebben nog een lange weg samen. Maar hoe we vanavond hebben gepresteerd, okay, in Antwerpen, dat is niet gemakkelijk. En, we moeten juist de chemistry... op de chemistry werken, dat wij weten wie wat op welk moment mag iets doen. En niet te veel van oei, wat nu. En dat is te veel gebeurd vanavond. We wisten niet wat te doen op belangrijke momenten. Waarom? Ja. Dat is chaos in de voorbereiding in het begin. Hè? Maar ja. Goed. Ja, dankjewel. Oh yeah, fuck. Voor mij, Tibi, Hans, Kouguer. Jalen. Ja. Godverdomme. Tibi, Hans, Kouguer ook.